Diese meditaties openen je bewustzijn en kanaal voor de drie innerlijke vuren, stralen en krachten van je hogere zelf. Zoek een rustige plaats waar je in stilte kan mediteren. Zet je op een eenvoudige wijze op een stoel of op de grond, liefst met een rechte rug. Kom dan dicht bij jezelf. Ontwaken in de innerlijke vuren van je hogere zelf. Laat gedurende 3 minuten de oerklank van het universum en van jou, de Aum, vrij weerklinken, resoneren en pulseren doorheen heel je wezen, de aarde, het universum. Kom tot rust. Voel hoe je lichamen tot rust komen. Je fysiek lichaam komt tot rust. Je voeten, je benen, je bekken, je onderlichaam, je bovenlichaam, je hals, je hoofd worden rustig. Je etherisch lichaam komt tot rust. Je stuitcentrum, je herrigbeencentrum, je zonnevlechtcentrum, je hartcentrum, je keelcentrum, je voorhoofdcentrum, je kruincentrum worden rustig. Je emotioneel lichaam komt tot rust. Verschillende emotionele stromingen en gelaagdheden worden rustig. Je mentaal lichaam komt tot rust. Mentale concepten, stromingen en tendensen worden rustig. Voel nu hoe door de rust zachtjes aan jouw kanaal zich opent voor de innerlijke vuren van je hogere zelf. Het lichtgevend vuur. Het zonnevuur. Het elektrisch vuur. Je kruincentrum opent zich voor de innerlijke vuren en je gedachten worden opgenomen in het licht, de liefde en de kracht
Je derde oog opent zich voor de innerlijke vuren en je inzichten komen in het licht. De liefde en de kracht. Je keelcentrum opent zich voor de innerlijke vuren en je communicatie komt in het licht. De liefde en de kracht. Je hartcentrum opent zich voor de innerlijke vuren en de wensen van je hart komen in het licht, de liefde en de kracht. Je zonnevlechtcentrum opent zich voor de innerlijke vuren en je gevoelens komen in het licht, de liefde en de kracht. Je heiligbeencentrum opent zich voor de innerlijke vuren en je creatieve stroom komt in het licht. De liefde en de kracht. Je stuitcentrum opent zich voor de innerlijke vuren en je vertrouwen komt in het licht. De liefde en de kracht. Voel nu hoe de innerlijke vuren toenemen en zich verspreiden doorheen je bewustzijn. Je ontwaakt in de innerlijke vuren van je hogere zelf. Al je cellen en atomen stralen in het licht, de liefde en de kracht. Je wordt vervuld door de drie vuren, in de drie vuren, met de drie vuren. Adem licht, liefde en kracht in. Adem licht, liefde en kracht uit. De drie vuren inspireren je en brengen je in de drie vuren van de aarde. Je wordt verbonden met het licht, de liefde en de kracht van het mineralenrijk. Met het licht, de liefde en de kracht van het plantenrijk. Met het licht, de liefde en de kracht van
van het dierenrijk. Met het licht, de liefde en de kracht van de mensheid. Met het licht, de liefde en de kracht van de meesters. Met het licht, de liefde en de kracht van de engelen. Met het licht, de liefde en de kracht van de Mahachohan, de Christus. En de Manu. Met het licht, de liefde en de kracht van de Kumara's en Sanat Kumara. Met het licht, de liefde en de kracht van Shambhala. Met het licht, de liefde en de kracht van het goddelijk bewustzijn van de aarde. Je hart wordt vervuld met het planetair lichtgevend vuur. Je hart wordt vervuld met het planetair zonnevuur. Je hart wordt vervuld met het planetair elektrisch vuur. Je hart wordt doorstraald met het lichtgevend vuur. Met het zonnevuur. En het elektrisch vuur. Je baadt in de oceaan van het goddelijk licht. In de oceaan van de goddelijke liefde. In de oceaan van de goddelijke kracht.